Een energiecircus van de gemeente Heumen trekt de komende weken door de gemeente. In de circustent kunnen inwoners plannen maken om Heumen in de komende jaren energie-neutraal te laten worden. Daarnaast geeft de gemeente informatie over hoe persoonlijke energierekeningen omlaag gebracht kunnen worden. De avond vindt plaats in een echte circustent. Op een interactieve manier worden bezoekers betrokken bij de plaatsing van windmolens en zonnevelden. Zo hoopt de gemeente erachter te komen welke locaties de bewoners geschikt vinden voor windmolens of zonnepanelen. Dat gebeurt via een futuristische 3D-energietafel waarop virtueel zonnepanelen en windmolens geplaatst kunnen worden. De bewoners kunnen zo bekijken wat de gevolgen van mogelijke locaties zijn. Het programma start dinsdagavond in Malden bij voetbalclub Juliana. Verder trekt het circus nog door naar Nederasselt, Overasselt en uiteindelijk Heumen zelf. De avonden zullen plaatsvinden op respectievelijk maandag 1, 22 en 29 oktober.